Harry Thijssen, het is nu 2018 en een van je verre voorvaders was Berend Thijssen. En in die rol ga je straks het verhaal vertellen. Hoe ben je ertoe gekomen? Nou, ik heb ooit in Hattem mijn stamboom uitgezocht. En ik vond uit dat de eerste die in Hattem zich vestigde, dat was een Duitse huursoldaat. En zijn zoon heeft uiteindelijk een rol gespeeld, die was toen nog maar jong, 36 jaar, in de strijd van de patriotten tegen de stadhouder. De vader deed wel mee, maar was toch op dat moment al wel bijna te oud. En ik heb het pas ontdekt toen ik die stamboom uitzocht. En ik was aanvankelijk ook een beetje geschrokken, want ik was als jongen nog helemaal niet toe aan Oranje af te kraken en te zeggen dat de stadhouder misschien wel fout deed. Maar goed, daar ben ik uiteindelijk wel achtergekomen dat de stadhouder het ontzettend onhandig inpikte. En te veel de oren liet hangen naar de Staten van Holland. En die bevorderde ook de kloof tussen gewoon zo'n stad als Hattem en de Staten in het Westen. En ik heb me daarin verdiept en gemerkt hoe het ook de strijd was tegen het inperken van de mogelijkheden die mensen zelf hebben. Hun verantwoordelijkheden om hun eigen stadsbewind, om hun eigen magistraat te kiezen. En je moet je voorstellen dat in die tijd mensen ook steeds zich meer ontwikkelden. Ze gingen kranten lezen. En dat heb ik ook gemerkt, dat er in die periode de mogelijkheid was om jezelf een eigen oordeel te vormen. Dus het gaat niet om mensen die door de familie Daendels bijvoorbeeld gebruikt zijn om hun eigen politiek te bedrijven. Nee, het waren burgers die zelf ook een idee hadden. Alle grote en kleinere steden hadden schuttersgilden ter verdediging van hun eigen stad. En we spreken dan over de 14e en 15e, 16e, 17e eeuw. Een goed voorbeeld van de functie van de schutterij en de schuttersgilden was in de tijd van eind 18e eeuw, de Napoleontische tijd, de patriotten onder leiding van Daendels met Zwolle verzetten zich tegen de staatse leger en de Hollanders die meenden dat alles onder het centrale gezag moest staan. Mooi voorbeeld, het Sint-Anna Schuttersgilde is heropgericht, Daendels en andere burgers aan het hoofd bereid om de stad te verdedigen tegen de staatse troepen. En zo is Elburg en Hattem inderdaad belegd door deze staatse troepen. Het eindverhaal is wel dat men zich overgegeven heeft en er geen bloedvat van heeft gemaakt. Maar het is een goed voorbeeld hoe zo'n stad Hattem meent zijn eigen rechten te moeten handhaven. Wij hebben er alles aan gedaan om eventueel een leger te kunnen weerstaan van de stadhouder. In de middeleeuwen en zeg maar in de 17e eeuw werd er geschoten door de schutters in de doelen. Dat is een hele praktische aanleiding toe. De doelen is gemeente-eigendom, staatseigendom. Het is een mooie, lange, smalle strook grond. Op dit schilderij is die inmiddels al een beetje opgedeeld in particuliere partjes. Maar vroeger moet je dat voorstellen als een lang stuk grond waar verder niemand wat mee deed. Niet breed, maar wel mooi lang om in de lengte te schieten. Toen wij onze schutterij opnieuw oprichten, toen moesten er natuurlijk ook allerlei mensen opgeleid worden, moesten mensen gaan oefenen. En we hadden wel een schutterij van vroeger, maar eigenlijk waren heel veel mensen niet meer in staat om goed te schieten. Dus we gingen naar de wal beneden de dijkpoort, de doelen. Daar waren van ouds ook de schietbanen en daar konden we ook weer oefenen. Later gingen we ook wel in het veen, maar in het begin waren we dus vooral hier. En hier konden we ook oefenen en later moesten we zelfs nog aan denken van kunnen we wel schieten van hieruit naar buiten. Dus we hebben uiteindelijk ook allerlei bomen gekapt om maar een schootsveld te hebben, zodat als er van buiten geschoten werd, wij terug zouden kunnen schieten. Je ziet, we hebben gewoon geprobeerd om alles van de stad te mobiliseren, tot en met het kappen van de fruitbomen. Nou konden we dat ook alweer gebruiken, want het hout hebben we gebruikt om de stadspoort nog steviger te maken. Behalve dat we moesten oefenen met schieten, moesten we natuurlijk ook oefenen met exerceren. Dat kon natuurlijk hier niet. Dus exerceren deden we op het plein bij de kerk. Of als het regende mochten we zelfs van de magistraat in de voorhal van de kerk exerceren. Nog weer later gingen we exerceren richting het veen. En daar hebben we ook wel geschoten. Maar er moest van alles aangeleerd worden. Ik woon vlak bij de dijkpoort. Hier achter, achter dat witte huisje wat je hier ziet. Daar had ik mijn onderkomen, heel klein,
Maar ik woonde wel vlakbij de stadswal, dus hier kon ik makkelijk oefenen. En van hieruit ben ik uiteindelijk ook gevlucht. Hierachter ligt de grote weide, ook wel de Hoenwaard genoemd. Mijn vader, Koenraad Thijssen, woonde hier in de Adelaarshoek. Hij had in 1760 een erfenis gekregen die bestond uit een huis in de Adelaarshoek. Dat was een stadsboerderij en daar had hij ook scharen aan verbonden. Dat betekende dat je echt recht had op de weide. En daar was ook de grote strijd over, want de weidemeester, het beheer van de weide, die was helemaal niet aan onze kant. En daar moesten we ons vaak tegen verzetten. Mijn vader was kleermaker, net als ik. Hij heeft mij leren kleermaken. Wij hoorden tot het gilde van de kleermakers. En mijn kleren zijn echt een bewijs van dat we hele goede kleermakers waren. Maar in de tijd van de patriotten had hem gewoon heel arm. En er viel gewoon heel weinig kleren te maken, want niemand had er geld voor. Maar goed, omdat ik goed ben in scharen, kon ik ook wel mensen knippen. Dus ik heb gewoon uiteindelijk ook af en toe bijverdiend als barbier, zoals dat heette. En daarnaast had ik ook nog een winkeltje met een compagnon in garen en band. Ja, je moest het bij elkaar scharrelen in die periode. Ik wil graag nog iets vertellen over de kerk en de rol van de kerk. Want wij hadden een dominee, dominee Apelius, die stond helemaal aan onze kant. En af en toe kon je dat in de preek horen. De dominee woonde in de Weemen achter mij. En af en toe dan mochten we ook met hem praten. En dat is hem duur komen te staan, want hij heeft uiteindelijk ook een veroordeling gekregen. Hij moest een grote som geld betalen en hij moest een boetepreek houden. Dus hij moet als het ware in de kerk laten horen dat hij er spijt van had. We staan hier voor het huis van de familie Daendels. Hier is uiteindelijk de patriottenleider geboren die ons zoveel heeft gegeven in het organiseren van onze strijd. Hij heeft onze reglementen geschreven. Hij was opgeleid in Harderwijk als advocaat. De familie Daendels en allerlei andere families die hebben gezorgd dat wij echt als het ware ons konden profileren. Dat wij konden zien, we hebben trommels, we hebben vaandels. Er waren dames die gingen voor ons vaandels naaien, de familie Tulleken. Mevrouw Tulleken die hield zelfs een toespraak toen wij die vaandels kregen. Dat is wat zij voor ons gedaan hebben. Waar ging nou eigenlijk de strijd over? Het was een strijd tussen de steden en de prins. Het was een strijd tussen de mensen die zich beriepen op de oude rechten van hun eigen burgemeesters en hun eigen gemeenteraad te mogen kiezen. En de prins die steeds meer macht gekregen had om zelf zijn eigen mensen daar te benoemen. Dat heeft in het hele land gespeeld, ook in Hattem. En gelukkig waren er dus vooraanstaande mensen die ons daarbij hielpen. En in het wapen en in de gevelsteen ziet u een Keeshond. En aanvankelijk was dat natuurlijk een spotnaam voor de strijd van onze partij. Maar Kees is natuurlijk ook een hond die, kun je zeggen, die kan goed vechten en goed blaffen. Een Keeshond hoeft niet per se een schoothondje te zijn. Wij durfden ons echt wel te verweren, want uiteindelijk gingen we onze rechten. Dat wij er waren als burgers en niet maar dom volk. Dit is een prent waarbij als het ware de strategische posities worden geschetst. Voor je zie je de kanonnen die opgesteld waren om Hattem eventueel te verdedigen tegen het vijandelijke leger van de staat. Maar het was ook als het ware bijna bedoeld als een soort rugdekking voor eventuele vluchtelingen. En deze kanonnen stonden opgesteld aan de overkant van de IJssel, maar er waren ook kanonnen opgesteld in de Homoedspoort. En dat zie je dus ook. En dan zie je linksboven in het plaatje waar het stadhoudelijke leger klaar ligt. En ze hebben uiteindelijk ook een poosje gedreigd en niet aangevallen. En ze gaven op een gegeven moment aan, als jullie twee witte vlaggen omhoog steken, dan weten we dat de stad zich overgeeft. Maar dat deed de stad dus niet. Hier zie je ook zo'n schets waarbij duidelijk wordt dat er echt wel geprobeerd is om Hattem als het ware te verdedigen tegen een aanval. Je ziet zelfs helemaal boven in het plaatje stippenlijntjes die erin geschetst zijn. Zo van, nou ja, zo werd de stad dus aangevallen. En er is wel geschoten, maar niet heel uitgebreid. Uiteindelijk zijn alle burgers gevlucht. En toen kon het leger gewoon binnentrekken. Je ziet dus dat in Hattem zelf ook het nodige aan voorbereidingen werd getroffen om werkelijk ook te kunnen schieten. Dat dus op de muren de schutters konden staan. En daar is ook geweldige steun geweest vanuit andere steden, want Hattem kon dat natuurlijk niet alleen.
Maar hier zie je dat ze hebben zelf moeten oefenen om het te kunnen doen. En ze kregen ook versterking van geoefende schutterijen van buiten. Dit is het plein voor de kerk, wat we ook wel de markt noemen. Daar stond het gemeentehuis en daar was natuurlijk heel vaak het gevecht met de magistraat die op de hand van de prins was. Terwijl wij patriotten juist teleurgesteld waren over het beleid van de prins. Wij mochten onze eigen magistraat niet kiezen en dat was vroeger de gewoonte. We hadden recht erop. We mochten als gilders en als je in de Hoenwaard scharen had, had je recht op het kiezen van het stadsbestuur. Maar dat was allemaal loos. Dat was er niet meer. De prins benoemde alleen maar de mensen die hij daar wilde hebben. Wij oefenden op het plein en dan vooral het marcheren en het exerceren, want dat konden we natuurlijk ook niet. We waren eigenlijk de best ongeoefende mensen. Wij, dat betekende dat mijn vader en ook mijn broer. Mijn broer woont in het huis naast het stadhuis, hierachter. Hij heeft niet zo'n grote rol gespeeld als ik, maar hij was toch ook van de partij. Dit is ook een prent waarbij achteraf en van buitenaf wordt geprobeerd om te laten zien hoe het nou toeging bij de vlucht uit Hattem. Want perspectiefisch klopt het niet en je kunt ook wel zien wat er gebeurde, maar je kunt niet zeggen dat dit nou precies de weergave is van de werkelijkheid. Maar wat was natuurlijk de bedoeling? Hè, om te laten zien van het leger trok binnen en de Hattemers die vluchten naar buiten en die wouden die boten gebruiken en sommigen die moesten er opklimmen en vielen er weer af. Dus dit is echt een situatie waarin achteraf vooral wordt getoond van nou, dat gebeurde er, wat een idioterie, want dit is een spotprint. Dus je moet het met een korreltje zout nemen en proberen de sfeer vooral te pakken. Als het gaat om de natuurgetrouwe werkelijkheid, dan zie je op het rechterstuk van deze print, dat zou dan dus de Hoenwaardse poort zijn. Zo zijn ze ook werkelijk binnengetrokken, want het leger kwam vanuit Heerde, zeg maar, dus via Wapenveld trokken ze op. En dan zou aan de linkerkant de dijkpoort zijn. Maar zo is dat in werkelijkheid niet natuurgetrouw. Maar het was wel de situatie dat twee poorten vlak bij elkaar, door de een kwam het leger binnen en door de andere vluchten Hattemers naar buiten. Dit is een voorbeeld van een spotprint. Hier wordt de prins uitgebeeld en daar is een hele tekst onder. En je ziet dat de prins in de vorm van een zwijn, die pist zeg maar, op de rechten van de burgers. En zo werden de burgers als het ware duidelijk voor ogen gesteld. De prins die treedt de rechten van de burgers met voeten. En hier zie je zelfs dat er een hele kudde zwijnen is. En ja, zo werden de mensen klaargemaakt als het ware om hun standpunt in te nemen. En alles werd erbij gehaald. Op dit plaatje kun je zien dat de schutters geweldig werden uitgedost. Overal in het land ontstonden dus schutterijen en herstel van oude situaties. En dit is een voorbeeld uit een eerdere schutterij van 1674, maar prachtig uitgedost met een sjerp en met mooie kleren. Deze spotprint weliswaar, maar toch een beeld van de schutter. Daar zie je dat hij een enorm geweer heeft, dat heet de snaphaan. Dus een enorme lengte ook. En dat was dus in de periode van de patriotten het geweer waarmee geschoten werd. In Hattem was een Sint-Anna-schilde. Dat was eigenlijk de situatie dat we nog met kruisboog schoot en oefende. Maar dat was inmiddels verleden tijd, want het was ook heel tijdrovend om boog te schieten. En een nieuwe pijl in te steken. Maar men had dus al de mogelijkheid om snel te laden. Dus zo zie je dat er opnieuw geoefend moest worden. We zien hier een plaatje met een lied eronder en er staat zelfs bij een wijs. Er wordt inderdaad in die tijd ook als het ware koorzang beoefend. Dus het was niet alleen maar geschreeuw op straat, maar er werden zelfs mogelijkheden verstrekt dat mensen echt mooi konden zingen. En soms was dat spot, maar soms was dat ook echt ter ondersteuning van hun eigen strijd. Dit is het voorblad van een van de uitgavers van de patriotische krant, de Post van de Nederrijn. Zo'n jaar of zes van 1781 tot 1786, 87 speelde deze krant een enorme rol in het mobiliseren van de burgers tegen de stadhoudelijke bewindvoering.
En dat heette de Post van de Nederrijn. En dat werd uitgereikt en daar werden we als burgers ook door in staat gesteld om ons goed te laten voorlichten. En wij zaten op de markt dan in Hattem te lezen in dit soort kranten. Naast alle pamfletten en spotprenten was dit gewoon een belangrijke uitgave. Dit is een spotprent uiteindelijk, een Engelse spotprent. Dan kun je nagaan wat voor belangstelling er was voor wat er in Nederland gebeurde. Maar het is een spotprent van het schijfschieten. En hier zie je dus wat voor enorme geweren mensen hadden. En dat er ook ondersteuning was met trompetten en tromgeroffel. En dat je kunt afvragen van wie deden daar nou allemaal aan mee? En zegt het ook iets over Hattem, van hoe patriotisch was Hattem? Nou, de herstel van Sint-Anna-gilde, dat leverde zeg maar een aanmelding in eerste instantie alvast 70 mannen op. En uiteindelijk hebben wel 200 mannen in Hattem zich ervoor verklaard dat dat schutterij gebeuren weer zou gaan plaatsvinden. Dus op een inwonertal van 1000 mensen, dat 200 mannen tussen de 20 en de 50 zich echt opgeven, dat zegt wel iets over de enorme aanhang voor het patriotische ideaal. Het is werkelijk een spotprent, want je ziet dus wel natuurgetrouw, hè, maar het was geen schijfschieten meer, maar er werd werkelijk een mannetje neergezet. Dus voor hetzelfde geld is dat niet alleen een prent, maar een stroopop. Maar je ziet op dit plaatje dat zelfs de kikkers en de eenden, die doen mee in het verhaal, dus het is geen foto. Dit is een spotprent waarin getoond wordt hoe het gaat dat Willem probeert om de burgers te beïnvloeden. En er staat dan boven de spotprent de Batavier aan de Geweldenaar, de Willem de Geweldenaar. En Willem wordt dan dus aangeduid als de man die geweld gebruikt. En Batavier, dat stond voor de patriotten. Want je merkt ook heel vaak dat in die spotprenten en in die kranten werd geappelleerd op wij zijn zeg maar vergelijkbaar met de Batavieren, de oorspronkelijke bewoners van Holland. En de prins, dat is allemaal maar een latere uitvinding. Patriot is eigenlijk natuurlijk iemand die het vaderland lief heeft. En dat speelde op een bepaalde manier wel. Want wat ik ook merkte is dat het gaat over het stadhoudersbewind van stadhouder Willem IV en Willem V. Stadhouder Willem IV was getrouwd met een Engelse prinses. En waar de mensen bang voor waren, is dat Nederland te veel in de invloedssfeer van Engeland zou komen. Dus er was ook een soort wantrouwen van die prinsen, die kun je nooit vertrouwen. Wat gaan die weer doen met ons land? En ze hebben er zelf ook naar gemaakt. Ze hebben het er uiteindelijk ook naar gemaakt dat zij inderdaad lieten merken van nou, wij benoemen precies die mensen op die plekken in de stad die wij willen hebben. Als je nou terugkijkt, je zou zelf in die periode van Berend geleefd hebben, was je ook patriot geworden? Ik denk dat als je inderdaad op een gegeven moment ging nadenken over wat er werkelijk aan de hand was, dat je op een gegeven moment vragen durfde te stellen. We hebben altijd geleerd dat Oranje goed voor Nederland is geweest, de vader des vaderlands. Maar dat het ook kon ontaarden in allerlei vriendjespolitiek. Ja, dat is iets wat van alle tijden is en wat goed is om in de gaten te houden. Nou, wat ik vooral wilde doen met dit verhaal is dat je kunt zien van het burgers een rol speelden. En ook in Hattem is veel aandacht besteed aan meneer Daendels, wat hij allemaal gedaan heeft en wat zijn eigen belangen waren. En ik heb willen laten zien dat burgers ook best wel een eigen oordeel hadden, lazen zelf de krant. En ze vonden het prettig dat Daendels zoveel voor hen deed, maar dat betekende niet dat ze helemaal aan zijn leiband liepen.